Oorsbeek en wij vroegen ons af hoe het in Geleen was gesteld met deze uit Amerika overgewaaide vrije tijdsbesteding. Gravity is het bewerken van muren, rolluiken of schuttingen, kortom alles wat maar als ondergrond kan dienen, met verf of krijt. Er zijn daarin tenminste twee hoofdvormen te herkennen. Op de eerste plaats hebben we de oeroude schuttingstaal, waarbij de naam van de meest voor de hand liggende organen van het menselijk lichaam voor de eeuwigheid aan het zonlicht werden blootgesteld. Erg populair waren in de 50-60e jaren ook korte liefdesuitingen. Er werd dan op een schutting, liggend op de route van Ria, van huis naar school, de tekst Ruud houdt van Ria gezet, in de hoop dat Ria de tekst zou lezen. De tweede hoofdvorm van de graffiti, die pas veel later vaste vorm begon aan te nemen, valt volgens sommigen onder de noemer kunst. Het is voor de persoon die deze vorm van graffiti aanbrengt, inderdaad kunst. Voor de eigenaar van de gevel of het rolluik waar deze creaties op zijn aangebracht, is het dan ook weer een kunst om het te verwijderen. Dit verwijderen blijkt echter niet zoveel zin te hebben. Het vaak hardnekkige kunstgevoel van de graffiti-spuiters zorgt er namelijk voor dat korte tijd nadat hun kunsten verwijderd zijn, een tweede versie het levenslicht ziet. Eén mogelijkheid om de graffiti-artiest voor te zijn, is het zelf vol schilderen van je rolluik, omdat er, volgens sommige ondernemers, een soort erecode lijkt te zijn onder deze jongeren, waarbij ze elkaars werk onaangetast laten. We spraken met de heer Bodens, juwelier in het centrum van Geleen, die twee jongens opdracht gaf om de rolluiken van zijn zaak te voorzien van een creatieve uiting. Ja, in eerste instantie had ik gehoopt dat het niet nodig zou zijn. Maar naar aanleiding van dat we geregeld, als we een weekend het rolluik hadden dicht gehad, dat het maandags dan weer van allerlei schunnige woorden erop stonden die je toch niet kon laten staan, hebben we dus, waar ik het maandags dan weer moest gaan schuren om die woorden eraf te krijgen, daar was ik elke maandagmorgen mee bezig, heb ik toch besloten om er maar een schildering op laten maken waar die jongens zeiden, dat gebeurt dit beslist niet meer. Krijgt u veel reacties van klanten op deze actie die u heeft ondernomen? Nadat het op het hek geschilderd was, moet ik zeggen, zijn er inderdaad mensen in de zaak gekomen die het heel mooi vonden en die zeiden, ik vind het toch een versiering voor de straat, waardoor het toch de zaak wordt opgekleurd als een hek waar een duister hek is en waar in feite niets van uitstraalt. Ja. Wat heeft nu deze hele actie totaal gekost? Deze actie heeft gekost in totaal iets van aan verf. Ik heb de jongens de verf moeten betalen, ik heb de jongens wat moeten geven. Zal het op een 5 à 600 gulden gekost. De heer Bodens gaf opdracht aan twee jongens. Eén van hen is Roger Lafleur uit Geleen. Mark de Biet kreeg opdracht van een andere juwelier in Geleen. Hoe vond je het nu om voor Bodens helemaal legaal dat te mogen doen? Ja, het is wel te gek. Hè. Twee keer mogen doen, dus... speelde een grote rol bij. We kregen betaald en konden ons uitleren. En dan zijn we ook nog één keer mee op start gekomen. Hoe ga je precies in je werk als je een opdracht krijgt? Ja, dat is ook wel. Ja, we gaan dus met die ontwerpen. Dus we gaan ons ontwerpen naar die winkelier. En er worden van een aantal stuk of 10 worden er eentje van gekozen. Dus we gaan spuitbussen in Amsterdam. Hij betaalt ons de treinreis naar Amsterdam. We komen met spuitbussen hier terug. Ja, en dan beginnen we aan het werk. Je hebt een tijd geleden ook illegaal gedaan, het aanbrengen van de graffiti. Kan je voorstellen dat mensen dat niet mooi vinden? Ik kan me zeker voorstellen, want we hebben al op een aantal plaatsen gespoten en er zijn altijd mensen die afkeer aan doen. Maar meestal krijg je goede reacties. Hoe zou je het vinden als je op een ochtend de deur opendeed en je zag dat je eigen voordeur of garagepoort ondergespoten was? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk als het mooi gedaan was, liet ik het staan. Er zijn ook graffiti-spuiters die niet altijd volgens het burgerlijk wetboek hebben gehandeld. Frederik den Hollander is drie keer opgepakt wegens het illegaal graffiti aanbrengen. Hij is nu tot bezinning gekomen en wijkt tegenwoordig alleen nog maar een opdracht. Waarom deed je het? Nou, ik gaf je gewoon een kick. Het was gewoon, ja, moet je dat zeggen, lekker. Het voelde me lekker aan. Was het lekker omdat het illegaal was, of? Ja, ik denk het wel, ja. Ik had gewoon een kick om 's nachts op straat te gaan en illegaal bezig zijn. En zorgen dat de politie je niet pakt natuurlijk. Vond je het niet jammer dat je werk meestal na 1 of 2 dagen alweer verdwenen was? Ja, dat is natuurlijk, daar roept natuurlijk niemand op, maar ja, het gebeurt toch. Je zit toch in het wereldje en je weet
ja, je weet wat er gebeurt. Dus. Is niet een vreselijk dure hobby? Nou, in dit circuit is er eigenlijk niet zo dat de spuibussen worden gekocht. Meestal gebeurt het toch wel dat die spuibussen uit de handen worden gehaald. En dan bedoel ik dus het jatten van de spuibussen. Er zijn bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in onder andere het verwijderen van de graffiti art. Meneer Renders, bent u eigenlijk niet voor graffiti, omdat het u werk verschaft? Nee, ik ben niet voor graffiti. Maar dat is niet omdat het mijn werk, niet alleen omdat het mijn werk verschaft. Maar het stoort mij ook enorm. Kunt u een gemiddelde aangeven voor per vierkante meter van de kosten voor het verwijderen van de graffiti? Ja, prijs is inderdaad, zoals u zelf stelt, heel moeilijk om aan te geven. Het is wel zo dat dat is mede dat de prijs afhankelijk is van de ondergrond en de soorten leuzen die er aangebracht zijn. Krijt is maar makkelijker te verwijderen dan bijvoorbeeld wegenverf. Om een beetje gemiddeld te geven, dan gaat men denken van 5 gulden tot 15 gulden per vierkante meter. Degene die zich bij de gemeentepolitie van Geleen bezighoudt met voorkomende graffiti gevallen en met de preventie ervan is de heer Van Mazeren. In het kader van de preventie, dus het voorkomen van, en we spreken dus graffiti, dat is het vandalisme dus, zijn er in Geleen op dit moment twee projecten lopende. En op de eerste plaats is er een project op de basisscholen. Dat is een anti-vandalisme project en dat is bedoeld om de bewustwording bij de jeugdigen, dus onze toekomstige kleintjes, om die bewustwording dus te activeren. En daarnaast hebben wij dus gedurende de zomermaanden, heeft de politie zelf een project in het kader van de bestrijding, of nou, meer het voorkomen van het vandalisme. Dat is dus dat elke dag een aantal leden van de reservepolitie Geleen, die gaan dus met de auto rijden door Geleen. En die hebben dan speciaal aandacht voor de plaatsen dus die vandalisme gevoelig zijn. Ik denk wel dat het beleid dat de gemeentepolitie van Geleen nu voor graffiti erop nahoudt, dat het werkt. Ik denk het wel. Tenminste, als je het vergelijkt met Sittard en Roermond en zo en Heerlen, dus in Geleen veel weinig graffiti. Lekker muziek inderdaad wat eronder zat. Dat liep ook nog even door. Tot zover het onderwerp over graffiti in Oorsbeek en ook wat Geleen daaraan gaat